het huis begonnen op 1 en ik ben heel kwaad, want ik was jaren geleden al begonnen met dat concept. Ik had zelfs al een aflevering, maar 1 waar die niet uitzenden wegens. Fucking kut, ken het? Oké, er was misschien 1 probleempje en dat was gewoon dat ik van mijn mama slechts een klein deel van het huis mocht gebruiken. Het Waskot. Kom binnen, Mathieu. Welkom in mijn nieuwe programma, het Waskot. Je mag de blinddoek afdoen. En, had je dit verwacht? Ja, ik moet zeggen dat de titel van het programma eigenlijk al veel weggaf, ja. Verdomme. Zeg, hoe lang zitten wij hier eigenlijk? 24 uur, hè. 24 uur in dat waskwartier? Ja, maar je gaat zien, dat gaat voorbij vliegen. En het duurt ook even voordat ik de essentie ontdek van wie de mens achter Mathieu is, hè. Dus vertel eens, Mathieu. Wacht. Ik ben Mathieu Terijn. Ik ben de zanger van Bazaar. Niet te veel. Nu zijn we al bij de essentie. Ja, nu is 24 uur wachten, hè. Pauwjes. Ah, wacht, ik zal anders eens kijken op mijn checklist. Hoe maak ik warme tv? Fans oprechte interesse. Zeg, Mathieu, wat ik mij nu echt afvraag, hè. Heb je eigenlijk passies? Ja, tijdens de lockdown heb ik elke dag een kok met jeuken gemaakt. Oh, wow. Dus, Mathieu, ik heb hier ingrediënten klaargelegd van uw lievelingsgerecht. Krok, monsieur. Eerst zesp, dan kaas. En wat ben jij in krok, monsieur? What the fuck is dat, man? Radio 1 heeft mij trouwens gevraagd om naar aanleiding van dit programma ook een podcast te maken. Dus voilà, die heb ik daar gingen. Dat is gewoon een podcast, of niet? Nodig idool uit van de gast. Mathieu, je niet geloven, maar ik heb Bono uitgenodigd. Nee, dat kan niet. Ja, nee, dat kan inderdaad niet, want die vroeg 1 miljoen euro. Maar in de plaats ga ik voor u wat nummertjes spelen. Nou, ga je niet graag naar...